In Rusland is met verbijstering gereageerd op de zelfmoord van de Russische activist Alexander Dolmatov in Nederland. Dolmatov was bang om in Rusland vervolgd te worden en daarom vroeg hij vorig jaar politiek asiel aan in Nederland. Maar zijn verzoek werd afgewezen. Donderdag werd hij dood aangetroffen in een uitzetcentrum in Rotterdam. Mama, moedertje, ik ga weg om niet terug te keren als verrader. Alexander Dolmatov richt zich in zijn afscheidsbrief tot zijn moeder. Hij pleegt zelfmoord, volgens zijn advocaat, omdat hij niet terug wil naar Rusland. De 35-jarige Dolmatov ontwerpt raketten voor de Russische overheid en is lid van een verboden oppositiepartij. Hij doet mee in grote anti-Poetin-demonstraties, maar wordt daarna bedreigd door de Russische geheime dienst. Dolmatov vlucht naar Nederland en vraagt hier asiel aan. Zo laat hij zien op de Russische televisie die hem hier opzoekt. Het is een persoon die geen status heeft, was hier geschreven, burger van Rusland, dus poddene Russie. Maar de aanvraag mislukt en Dolmatov komt in een uitzetcentrum terecht. Dat hij in een uitzetcentrum terecht is gekomen, dat is een fout geweest. Want op de laatste dag, afgelopen vrijdag 11 januari, heb ik beroep ingesteld tegen de afwijzende beslissing. En volgens de Nederlandse wet mag je dat beroep gewoon in Nederland afwachten. En dat had hem zeker een maand of zes respijt gegeven. De Russische schrijver en journalist Arkady Babchenko kent Dolmatov goed. Hij vertelt dat Dolmatov bang is voor de Russische geheime dienst. Сказал, что с ним разговаривали, к нему сами подошли, обещали, что его посадят, потому что он работал на секретном предприятии и состоял в оппозиционной партии. Ze noemen in Moskou Dolmatov al het eerste slachtoffer van de protesten tegen Vladimir Poetin. En de verontwaardiging onder de oppositie over het afwijzen van zijn asielverzoek is groot. Want zeggen ze, wie in Rusland tegen Vladimir Poetin is, is er zeker niet veilig. Bij de Nederlandse ambassade in Moskou zijn bloemen gelegd. De Nederlandse regering is zeer geschokt over de zelfmoord van de heer Dolmatov. Niet vergeten, niet vergeven, staat er op dit bord. Nederland gaat onderzoek doen naar zijn zelfmoord.